for changing, time to divide, to rearrange it, what's yours and what's mine. Let's go away, away for a while. Talk about leaving places we don't know, dreams we had a long time ago. Let's go away, away for a while. Aan de totstandkoming van dit festival zijn veel gesprekken vooraf gegaan. Gesprekken over Dylan Thomas, je ergens thuis voelen, maar ook over het radicaal bewerken van theaterrepertoire. Het belang van de rituelen en over idealen en visioenen. Kortom, over de kracht van kunst. We nodigen jullie uit met het hele programmateam voor een enerverende dialoog met zowel het landschap van Terschelling als met de tijdelijke samenleving van makers en publiek. Let's go away, away for a while. Let's go away, away for a while. We are the group Acrobatique de Tanger. Welcome everybody. Come to see the perform Halka. Halka is the form of the traditional theater in Morocco, but the oldest one. The artists practice in the public spaces, you know, and we have a public in circle and the artist in the middle. It really has to go to be on the beach. It's the perfect, yeah, the perfect way of putting circus in outdoor in a festival that's site specific. So the goal is to mix different layers that are starting from architecture, for composition, for performance, from all our gathering together. And then we also have other elements which are not predictable, like the weather, the birds, the wind, the rain, the drops falling down, which are also becoming part of this, of this experiment. We're very happy with the Afro Culture Fonds to support this project. So now we could realize it. It's a dream from many years ago. Now it's starting to get reality. Let's go away, away for a while. Atelier is een talentontwikkelingsplatform van Oerol en Over het IJ in Amsterdam. Waar drie makers een korte voorstelling van 30 minuten mogen maken en helemaal in het teken van experiment die het publiek in een route gaat zien. Ja, we waren ook op de plek waar we dan nu zitten, beide plekken, zowel in Amsterdam als hier, dat we echt dachten van dit is het, hier moet het zijn ofzo. En dat is zo bijzonder als zo'n plek, ja, bijna ja, op een presenteerblaadje, ja, je hoeft alleen maar te luisteren naar die plek en denken van oh ja, hier zit het of zo. Hier gaan we het laten zien. Voor mij is het atelier heel bijzonder. Het is echt heel interessant omdat je de voorstelling nu op Oerol maakt en daarna ook nog op Over het IJ. Dus ook twee locaties naast elkaar kan onderzoeken. Dus hoe werkt het op het strand en hoe werkt het midden op de NDSM-werf in de loods. Maar nu eerst hier Oerol, eerst hier spelen. En met die 50 mensen die om die paal komen zitten, ze meenemen naar huis. De expeditie is eigenlijk een route over het eiland. Op 16 plekken zijn allemaal kunstprojecten te zien die op het snijvlak zitten tussen kunst en wetenschap en natuur. En dit jaar is het helemaal in het teken van Sense of Place. Dus we hebben eigenlijk met Joop samen gekeken naar welke projecten eventueel ook aan de Friese Waddenkust getoond kunnen worden. Oerol heeft zich in 37 jaar altijd ontzettend ontwikkeld met het landschap. We hebben consequent nieuwe wegen uitgevonden om het landschap op een bijzondere manier op te nemen in onze programmering. En toen Sense of Place een steeds grotere rol ging spelen in de hele programmering, hebben we ook gezegd van we blijven experimenteren, wat we altijd gedaan hebben. Maar we gaan ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe mensen, nieuwe kunstenaars, die uiteindelijk zich hier in het laboratorium kunnen ontwikkelen, om daarna misschien een hele mooie plek te vinden aan de overkant van het water, aan de Friese kust, op een van de andere Waddeneilanden. Looking for space to use it all. We're moving ages. We're
Hallo, wij zijn Pim en Vier van Studio Buitenwerking. Wij staan op de Oerol Expeditie, letter A. En we laten hier verschillende wereldjes van de Waddenzee zien. Oerol is altijd leuk. Het geeft altijd gewoon een hele andere sfeer aan het eiland. Een ander soort rumoer, waarbij we in plaats van met natuur nu ook met een andere manier van natuurbeleving vaak ook bezig zijn. Nou, dit jaar hebben we een paar samenwerkingen. We samenwerken met een paar kunstenaars en ontwerpers die nieuwe tijdelijke verblijfplaatsen maken. Ja, eigenlijk een soort van vervanging van de huidige bankjes door iets wat je meer laat ervaren wat die plek eigenlijk is. Je op een andere manier naar het landschap laat kijken. Go away. We take a brand new train to silent days. In distance we won't change. Het Grow Festival is een festival op een onbewoond eiland in Almeerse Wateren. Waar we de brug slaan tussen duurzaamheid en een progressieve hip-hop en elektronische line-up. We geven een voorproefje van het Grow Festival op Oerol. Dus we nemen een aantal artiesten mee die ook bij ons opkomen treden. Zoals Hef, Young Nelg en Leaves. En Johan Frets vertelt een verhaal over hoe het is om op te groeien in de stad Almere. I've got no house, I've got no job, I've got no food. I've got no trouble. Wij zijn George en Iran. Dit is George. En dit is Iran. Zo is het. En wij komen voor het eerst nu hier naar het eiland om een dagelijkse talkshow te presenteren. We zijn hier vaker geweest. Toen speelden we voorstelling over de wereldvrede, vlucht van de granaatappel. En om half tien, elf. Half elf. Een uurtje langer slapen. Half elf tot twaalf elke dag op Westerkijn presenteren wij daar de talkshow in het wakker worden met George en Iran.